Hallo allemaal en hartelijk welkom bij deze leerfilm, aangeboden door de afdeling vakbekwaamheid. Zoals je ziet, vanaf een geïmproviseerde werkplek thuis, zoals we daar in de grote getalen allemaal mee te maken hebben. In deze film willen we je heel graag meenemen naar de nieuwe tankoutspuiter. En wat is nou ook weer de reden dat we die gekocht hebben? En wat is er allemaal anders in vergelijking met de tankoutspuiter die we voorheen gebruikten? Deze film hoort bij een studieroute in de ELO. En we hebben het in deze film, zoals net gezegd, over het hoe en waarom van een nieuwe tankautospuiter. Maar er horen nog twee films bij. In de tweede film hebben we het met name over welk materiaal zet je in bij de brandbestrijding in welk kwadrant. En in de derde film hebben we het over de highlights van het aflegsysteem. Zoals je zult begrijpen gaan we niet volledig op alles in. Het is een herhaling, even opfrissen. En daarmee hopen we je weer een beetje actueel te houden. Bij iedere film horen een aantal toetsvragen. Kijk het filmpje, neem het in je op, maak de toetsvragen en kijk even in hoeverre je nog op de hoogte bent. Mocht je na het doorlopen van de studieroute en het bekijken van de filmpjes toch nog dingetjes hebben dat je denkt, ik weet het niet helemaal, kun je altijd weer even terug naar de studieroute werken met de nieuwe tankautospuiter die al een hele tijd open staat voor iedereen. Heb je nog geen nieuwe tankautospuit op je post? Dat kan. Dan is het even goed, informatief en alvast een opstapje naar wat straks komen gaat. We bevelen zeker aan om hem dan toch te volgen. Wij wensen je veel kijk- en leerplezier. Succes! De basis voor de keuze van onze nieuwe TS'en ligt in het feit dat de brand van vroeger niet meer de brand van nu is. Tegenwoordig ontwikkelt de brand zich veel sneller dan we gewend zijn. De meeste van ons kennen nog wel de standaard brandkromme die zegt dat een brand na ongeveer 8 minuten vol ontwikkeld is. Maar door het gebruik van andere materialen, andere manieren van bouwen en een betere isolatie blijkt dat tegenwoordig dit punt al na 3 tot 4 minuten bereikt is. Internationale onderzoeken hebben aangetoond dat branden tegenwoordig sneller meer hitte genereren. De 125 liter per minuut van hoge druk geeft onvoldoende koelend vermogen om bijvoorbeeld een brandende woonkamer effectief te blussen. Het blijkt dat je in het minst gunstige geval tussen de 450 en de 500 liter per minuut nodig hebt om voldoende koelend vermogen te creëren, te blussen en jezelf te beschermen. In de studieroute BB08 Basisprincipes Brandbestrijding heb je hier meer over gelezen. In de nieuwe tankautospuiten is daarom geen hoge druk meer te vinden. Binnenaanval doen we nu met de zogenaamde O-bundels. Dat is een 38 mm lage drukstraal die werkt op 8 bar. De straalpijp staat standaard op 230 liter per minuut en door middel van een simpele handeling kun je de debietbegrenzer in één keer doorduwen naar 400 liter per minuut. Daarmee krijg je een maximale rookgaskoeling en een maximale eigen bescherming. Voor de buiteninzet, zowel offensief als defensief, hebben we een 42 mm lage druk aanvalslang met de smoothbore straalpijp. Die straalpijp zorgt voor een grote wateropbrengst en een grote worplengte. Zorg er wel voor dat je bij gebruik goed op de hoogte bent van de werkinstructie. Er komen extreme krachten vrij. Bij verkeerd gebruik zou letsel kunnen ontstaan. Achter in het voertuig zit een werkhaspel. Die is bedoeld om bijvoorbeeld iets schoon te maken, een kleine buitenbrand of bijvoorbeeld een containerbrand te blussen. Hij is absoluut niet bedoeld voor de binnenbrandbestrijding en heet daarom ook werkhaspel. Hij heeft namelijk maar een maximale opbrengst van ongeveer 240 liter per minuut en geen mogelijkheid om meer te geven zoals bij de O-bundels dat wel kan. Daarmee heb je onvoldoende koelend vermogen en is je veiligheid niet gewaarborgd als er bijvoorbeeld een snelle branduitbreiding of een flashover plaatsvindt. Daarnaast is het materiaal van de slang niet gemaakt om een binnenbrand te bestrijden en slijt dan harder als we dat wel doen. Nieuw in het voertuig is ook de smokestopper. Dat is een handig hulpmiddel voor het toepassen van met name antiventilatie. We gaan in dit filmpje niet verder op de werking in, maar zullen daar op een ander moment zeker nog op terugkomen. De Focknail is een goed hulpmiddel
om een overgangsfase van defensief naar offensief te creëren. Bijvoorbeeld als er nog een redding gedaan moet worden. Je kunt zonder binnen te treden de temperatuur in de ruimte verlagen om uiteindelijk een offensieve binnenaanval te doen. Ook hierop zullen we op een later moment uitgebreider ingaan. Het hygiënebord is met name bedoeld voor een stukje arbeidshygiëne. Om ervoor te zorgen dat we op de plek van de inzet en erna dingen kunnen schoonmaken. Zo vind je er een luchtslang om dingen schoon te blazen, een watertappunt met een stuk slang eraan om dingen schoon te maken. Let op trouwens, dat is geen drinkwater. Maar ook ontsmettingsmiddelen voor je handen en een antibacteriologisch middel. Doekjes om dingen schoon te maken, noem alles maar op. Maak nu in de studieroute de toetsvragen die horen bij deze film. Als je dat hebt gedaan, kun je verder naar filmpje 2. Succes!